Daarop had hij haar morfinedrankjes gegeven, druppels die zeer duur waren, die hij zelf gemengd had en die hij zelf haar telde in een glas water. Zij brachten haar desnachts, zolang zij nog wakker lag, in een zacht zuizende extase, waarin zij van hare kussens uit hare lakens scheen op te zweven, langs deinende blauwe luchtstromen, die haar als golven wiegelden. Maar daarna zonk zij tot laat in den morgen in een doffe rust neer. En zij roemde oom Daniels dokter zeer. Hij wist een zo heilzame invloed op haar uit te oefenen, als Reijer nooit vermocht had te doen. Hij wist tenminste haar te laten slapen. Zo ging het leven voort en Eline schikte er zich zoveel mogelijk in. Zij hoestte nog zeer, maar zij gevoelde zich desalniettemin betrekkelijk tevreden. Elise, al ratelde zij, scheen van haar te houden. En oom Daniël, al was zijn galante hoffelijkheid wat koud, eveneens. Wel kreeg zij soms het vermoeden dat zij huichelden, zoals ook iedereen in Den Haag gehuicheld had. Maar zij wilde deze twijfel niet analyseren. Heure hersens sluimerden in, als in een lethargie. Geheel onverwachts kreeg oom Daniël een brief van Vincent Vere uit New York. Zij hielden geen correspondentie en oom was ietwat verbaasd. Eline, wier briefwisseling met haar neef niet van lange duur was geweest, gevoelde echter, nu zijn naam onverwachts haar in de oren klonk, een grote belangstelling in zich herleven. Ze was zeer nieuwsgierig wat oom van het epistel zou mededelen. Misschien vroeg Vincent wel om geld. Maar hierin vergiste Eline zich. Vincent vroeg om geen geld, zelfs niet om recommandatie of andere hulp. Vincent deelde eenvoudig mede dat hij met zijn vriend Lawrence St. Clair een reis dacht te doen naar Europa en kondigde oom hun komst te Brussel aan. Zij zouden van Liverpool over Londen naar Parijs gaan en vervolgens te Brussel komen. Wanneer oom zijn brief ontving, waren zij op zee. Deze brief wekte Eline enigszins op uit hare geestelijke lethargie. Ze herinnerde zich hoe Vincent, kwijnende van zwakte, op haar een divan had gelegen in zijn Turken chambre cloaque en hoe ze hem verpleegd had. De gedachte aan Otto mengde zich in die herinnering en zenuwachtig zochten haar vingers dan het medaillon van zwart email aan haar horlogeketting.